Afgelopen zondag vond de eerste X-triathlon voor mensen met een beperking plaats in Venray. De stichtingen Iedereen kan sporten en Mee Noord en Midden-Limburg sloegen de handen ineen voor de organisatie. Dat is het vorig jaar ontstaan waarbij we met een paar medewerkers bij elkaar gezeten hebben om te kijken, wat zouden wij op sportgebied kunnen doen voor onze doelgroep. Wij ondersteunen mensen met een beperking en toen zijn we begonnen om hierover na te denken. En wij werken sinds anderhalf jaar samen met Iedereen kan sporten. En Iedereen kan sporten heeft enorm veel ervaring in het organiseren van dit soort evenementen. Dus toen hebben wij, omdat wij ook al anderhalf jaar samenwerken met Iedereen kan sporten, Iedereen kan sporten benaderd om dit samen met ons te doen. En van daaruit zijn wij samen opgetrokken en is dit het eindresultaat. Dit is de eerste keer dat we dit nu samen organiseren. En we hebben wel in maart van dit jaar een promotietocht gedaan. En daarbij hebben wij alle gemeentes van Noord- en Limburg aangedaan. Dus ook de gemeente Venray. Daar zijn de wethouders overal bij betrokken geweest om dit initiatief te ondersteunen. En nu is de eerste keer dat wij het op één plek organiseren. Met als doel mensen met een beperking een triathlon te laten ervaren en daaraan te laten meedoen. Net als bij een gewone triathlon bestaat deze uit zwemmen, fietsen en hardlopen, maar dan wel in aangepaste vorm. Hierin deden ruim 50 deelnemers mee en in sommige gevallen hadden ze een maatje die de sporter waar nodig in helpende hand toestak. Nou, dat betekent in de organisatie is ontzettend veel maatwerk voor de doelgroep. We hebben natuurlijk 50 deelnemers en 50 buddies hier aan de start staan. Wat allemaal maatwerk is met rolstoelen, tillift, het zwembad in, zwembad uit, diepwater, ondiepwater, lichtfietsen, treebikes, handbikes. Dus voor iedereen is het maatwerk om hier aan deel te kunnen nemen. Maar het is wel fantastisch dat iedereen, lichamelijk, verstandelijk of wat voor beperking dan ook, hier aan deel kan nemen. En dat is eigenlijk onze uitdaging om iedereen dit te laten ervaren en mee te laten doen. Een trotse wethouder Anne Thiele opende de eerste X-triathlon. Het resultaat is er zeker. Als je ziet wat hier vandaag staat en ook met hoeveel vrijwilligers hier ook nog aan wordt bijgedragen, is hartstikke mooi om te zien. En ook mooi dat het daarom dus ook mogelijk wordt gemaakt dat deze sporters ook op deze manier een mooi toernooi hebben en iedereen kan sporten. De X-triathlon is een parcours zonder wedstrijdelementen. Nou, weet je, of er nou een wedstrijdelement in zit, ja of nee. Wat heel belangrijk is, is dat voor elke individuele deelnemer hier vandaag heeft zo zijn eigen doelen. Eigen doelen die hij wil overwinnen. En daarom is elke deelnemer vandaag hier voor mij al een hele grote winnaar. Uiteraard was er ook entertainment. Op de beats van het DJ-duo Disco Twins werden de fietsers alvast vooruitgeblazen.